Dag 4 zal uiteindelijk de zwaarste etappe tot nu toe worden met een valpartij voor Mats Boeven. De etappe start in Bodrum en leidt de renners via pittige klimmen naar Marmaris. Nou, wel lastig. Het is veel klimmen. Dus ja, het wordt wel een moeilijk dagje. Nou, ik hoop dat ik kan overleven. Maar oh, ik voel me wel goed. Maar ik hoop dat... ja, het ligt natuurlijk aan precies hoe die mannen gaan rijden straks bergop. Als ze gewoon een rustig tempo gaan rijden en eens laten een paar wegrijden, dat zou ideaal zijn. De bevoorrading van de renners onderweg kan vandaag wel door de soigneurs gedaan worden. Bij een groot groen bord rechts van de weg. Bijna op het eind van de bevoorrading, bijna bovenop het bultje. Gérard van de Ven wacht ze op na ongeveer 110 kilometer. Hup! Keizer en Adams hebben niet gepakt. En dan op naar de finish. Van de bike. Okay. Boy, blijf eten! Maar de regen maakt de afdalingen levensgevaarlijk. Oh. Yes, yes. Jij verbindt hem even. Dus dan gaan wij door, hè? Hé, hey, je weg? Mats Boeven kan doorrijden. Hij zit weer op de fiets en hij rijdt voor het groepje uit nu. Alle 7 Rabo-renners worden op achterstand gereden. Maar dat is nu nog niet eens het belangrijkste. Als alle renners maar binnenkomen. En dat lukt. Die gasten weer drinken. Wat is het? Vooral wel aardig. Een beetje zeer, een beetje lamlendig. Het is allemaal een beetje stijf. Ik was in één keer weg, dus ja, ik kon het niet meer houden. Het was wel lastig. In het begin hebben we gelijk hard gereden. En toen kon ik nog wel goed meedoen. Maar tot die eerste klim, echt een lange klim, toen zat ik gewoon goed van voren. En toen heb ik gewoon tempo omhoog gaan rijden. Kon ik, ik zat in een mooi groepje eigenlijk. En, maar dat was wel, ik heb wel afgezien vandaag. Maar ik ben wel tevreden dat ik de etappe heb uitgereden. En,